In de inspiratiebijeenkomst herontwikkelen heb ik het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf gepresenteerd. En dat is een nieuwe overheidsdienst, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die al het Rijksvastgoed beheert. Gevangenissen, rechtbanken, kantoren, kazernes. Je kunt het niet zo gek verzinnen of het zit bij het Rijksvastgoedbedrijf. En de overheid wordt kleiner. Dat betekent minder ambtenaren, is minder kantoren nodig, minder gevangenissen, minder kazernes. Dus wij hebben het ook vooral gehad over hoe om te gaan met de afstootopgave, het verkopen van dat soort bijzondere en unieke objecten. De Rijksoverheid wordt dan een tijdje kleiner en daarom hebben we het initiatief genomen om veel systematischer te gaan kijken hoe ga je met dat vastgoed om. Er zijn plannen gemaakt over waar de Rijksoverheid in welke provincies nog kantoren heeft, waar de gevangenissen moeten blijven bestaan. En dat betekent dat andere kantoren en bijvoorbeeld gevangenissen afgestoten kunnen worden. Al die plannen zijn ook door de Tweede Kamer geaccepteerd. En daarmee is er een werkagenda tot 2020. Wat de afstootopgave is voor de Rijksoverheid. Het debat was leuk, omdat het ook vooral ging over hoe je die moeilijke objecten, bijvoorbeeld een gevangenis, een nieuwe bestemming kan geven. En dan heb je creativiteit nodig. En in het debat hebben we echt met elkaar gesproken over waar belemmeringen zitten in de manier waarop de vastgoedmarkt werkt, om die creativiteit op die panden ook los te kunnen laten, zodat er een nieuwe originele bestemming voor kan ontstaan. En ik vond het debat interessant. Ik was de één kant van het kamp. En ik heb geprobeerd onze visie waarin we willen dat mensen meer durven te pionieren en ontwikkelaars en pensioenfondsen meer risico durven te nemen om daadwerkelijk open te staan voor nieuwe programma's, nieuwe ecosystemen. Heb ik proberen aan het voetlicht te brengen en onze frustratie of onze kritiek te uiten op de bestaande rondgoedwereld. Dat die toch een beetje vast zit, toch heel erg veilig kijkt, heel erg alleen maar naar geld verdienen kijkt, afschrijvingen kijkt en niet kijkt van hoe kunnen we daadwerkelijk van een gebouw iets bijzonders maken. Misschien een multifunctie in plaats van een monofunctie. Niet alleen wonen, niet alleen kantoren, maar proberen die dingen bij elkaar te brengen. Proberen aan te tonen dat er een nieuwe maatschappij is die op een andere manier wil werken, op een andere manier wil wonen, op een andere manier op vakantie gaat, op een andere manier werk en privéleven mengt. En dat was mijn rol in dit debat. Ik ben eigenaar van een ontwerpbureau, dat heet Concrete in Amsterdam. En we maken naast heel veel interieurprojecten over de wereld ook heel veel plannen, herbestemmingsplannen voor een leegstaand kantoorgebouw of een stukje leegstaande stad of een Shell-terrein in Amsterdam-Noord. Waarin we proberen een soort nieuwe ecosystemen te bedenken. Plekken waar mensen willen wonen, werken, op een andere manier willen werken, op een andere manier hun huurcontracten kunnen afsluiten. En die plannen die stranden heel vaak en soms lukken ze wel en dan worden het hele spannende plekken. En dat doen we de laatste tijd steeds meer eigenlijk in het buitenland, waar ook meer mensen zijn die lef hebben of durven te pionieren. En in Nederland botsen toch nog heel vaak tegen of een bestemmingsplan op of tegen een ontwikkelaar op die zegt ja, maar dan neem ik risico en wie gaat dat straks betalen. En blijf vechten. Ik denk dat het heel belangrijk is, in de goede tijd hebben we al die verschrikkelijke kantoorgebouwen neergezet en dachten we dat kan allemaal wel en iedereen is bereid dat te werken. Op dit moment is de maatschappij veel mondiger. Mensen willen niet alleen maar werken waar ze veel salaris verdienen, maar die willen ook een omgeving waar het leuk is, prettig is, waar je naar buiten kan lopen, een broodje kan eten. En die gebouwen staan leeg en ik denk dat we nu de verantwoordelijkheid moeten nemen om of een bestemming te bedenken voor die panden. Dat de moderne maatschappij daar weer in wil en het leuk maakt. Of gewoon radicaal afschrijven en weghalen en nieuwe plannen bedenken en nieuwe wijken bedenken. Maar niet alleen weer wonen, maar waar alles weer bij elkaar komt. Herontwikkelen is ook herinvesteren, dat we wel eens vergeten. Maar herontwikkelen is dus proberen iets wat zijn programma verloren heeft of zijn kwaliteit verloren heeft, zo om te draaien dat het weer een hele hoge kwaliteit krijgt. En geen labmiddelen, niet van nou, het lukt wel weer een paar jaar, maar je kan gewoon met toch potentiële locaties of potentiële gebouwen ook dingen maken die weer heel aantrekkelijk zijn. Kijk naar de Shell-toren in Amsterdam. Heel lang is dat toch een donkerbruin kantoor geweest waar je nooit naar binnen kon. En nu wordt het heel aantrekkelijk. Komen 3 restaurants in, Sensation komt erin, ID&T komt erin. Het wordt gewoon een pleisterplaats voor creatieven. En eigenlijk wilde in één keer iedereen die toren hebben. En dat eigenlijk Shell nooit gelooft dat er zoveel animo zou zijn voor zo'n toren. En zo heeft mijn buurman heel veel gebouwen die misschien nu gevangenis zijn, waar ze van denken, wat kan je daar überhaupt mee? Ik weet zeker dat er genoeg creatieven zijn die denken, hé, daar kun je hele spannende dingen mee doen, hele nieuwe plekken mee maken. Ik ken voorbeelden waar hotels zijn ontstaan in gevangenissen, die heel goed bezocht worden, die mooie rendementen maken. Dus we moeten heel veel samenwerken. Ja, nog sterker, gegeven de afstootopgave die wij hebben, gevangenissen, kazernes, kantoren, kun je niet meer gewoon dat soort objecten verkopen
en dat je iemand vindt die het wilt kopen. In de huidige markt kan dat niet meer en de tijdsgeest is er nou niet meer en de maatschappelijke behoefte is een andere. Dus daarom is ontwikkelen en herbestemmen gaat hand in hand. En dan heb je juist de creativiteit nodig. Je ziet ook dat dat soms heel goed lukt. Er zijn een paar mooie voorbeelden waarbij de verkoop van panden gepaard gaat met echt nieuwe bestemmingen en nieuwe toepassingen die je eerder anders ook niet had verzonnen. Maar ik herken heel erg wat gezegd werd, dat in de vastgoedmarkt enerzijds de investeerders en anderzijds de creatieve geesten bij elkaar moeten komen om dat in de markt te kunnen realiseren. En dat is in het huidige tijdsgevricht moeilijk. Je ziet wel dat er steeds meer goede voorbeelden van zijn. En voor ons is het heel belangrijk dat we nog veel meer van die goede voorbeelden gaan krijgen om die rijksobjecten die verkocht gaan worden ook weer een goede nieuwe bestemming te geven. Maar het is natuurlijk grappig in de tijd dat het minder goed gaat, blijft iedereen heel stil zitten en doet niks. Maar je moet juist nu pionieren. Dit is de kans, dit is de tijd dat je gebouwen goedkoper kan kopen, waar je nieuwe dingen kan testen in de markt, waar je goed moet kijken wat je klant wil en waar je niet achterover moet leunen, maar wachten tot het voorbij waait. Dit is de tijd om te pionieren. Voor mij is het logisch wat er gebeurt, maar ik zit midden in die generatie die anders wil werken, die anders wil wonen, die anders reist, die de wereld anders ziet. Maar er zit natuurlijk een heel groot deel zit vast in klassieke woonvormen. Ik denk dat jij ook niet elke dag naar een buitenstedelijk kantoorgebouw wil en met de lift naar de vierde etage en in de kantine met je dienbladje heel de dag een zacht broodje en zo'n foliekaasje wil eten, maar dat je af en toe naar buiten wil. En dat wil steeds meer mensen willen dat, alleen de markt speelt daar nog steeds niet op in. Het is heel belangrijk dat we dit soort gesprekken hebben op de Provade, omdat je daarmee ziet dat verschillende werelden elkaar ontmoeten en daar moet die synergie ontstaan. Want een creatief idee wat door niemand gedragen wordt, heb je niks aan. Kapitaal wat geen idee heeft, heb je ook niks aan. En dat vond ik het leuke van het debat. Dat je daar enerzijds echt de institutionele kant, pensioengerelateerde beleggers, en anderzijds de creativiteit in gesprek had. Omdat die beide partijen ook echt nodig zijn, gegeven de grote herontwikkelingsopgave die we op heel veel plekken hebben. Nou, ik zou misschien actiever zorgen dat die wrijving en die en eigenlijk geforceerd die samenwerking tot stand brengen. Dat die initiële belegger veel meer het risico durft te gaan nemen en partijen vindt met wie die risico durft te nemen en niet zo afwachtend is. Dus die meer wrijving veroorzaken, meer debat, meer ruzie, kritische discussies lijkt mij een hele goede. Dan leer je met elkaar samenwerken en dan wordt het een stuk makkelijker. Dan wordt het herbestemmen en herontwikkelen makkelijker. Want dan weten ze wat voor risico's ze lopen en wat voor manier wij leren om te gaan met hun en zij met ons. En dan kunnen we mooiere plannen maken en dan kunnen we dus de wereld gewoon mooi maken. Een Nederland stukje rijker. Toch een beurs voor grote banken en voor grote beleggers en voor grote aannemers. En het jeukt wel een beetje, maar ik zie ook dat iedereen weer hetzelfde doet wat op elke beurs is. Dus bij elke stand heeft hetzelfde broodje en dezelfde koffie. Dus voor mij mogen mensen wel proberen ook te laten zien dat ze anders zijn en niet alleen maar weer een gebouwtje bouwen rondom hun terrein en dan binnen dat gebouwtje weer met iedereen afspreken, koffie drinken, koekjes eten en gaan. Iets radicaler. Ja, maar daarom had ik jou ook gevraagd, omdat juist die werelden moeten versmelten. Provada is een heel belangrijk netwerkevent en ontmoetingsevent, maar het is ook belangrijk dat juist ook daar de creatieve geesten en de mensen die wat buiten dat vaste circuit zitten in betrokken raken. Dat is precies de reden waarom ik u had uitgenodigd. Want ik mocht discussiepartners uitnodigen. Kijk, je kan elkaar alleen ontmoeten als het begint met contact. Dat moet groeien, dat kost tijd. En ideaal typisch zou je natuurlijk ook nog standjes willen hebben van de echte creatieve geesten. Waar ook de vernieuwing vandaan moet komen. En de grote vraag is, hoe kun je dat verbinden en hoe kun je daar als Provada ook weer een steentje aan bijdragen?